Hoi en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ben al even op weg, ik ben al even lekker bezig. Ik heb nog wat beelden gemaakt van het maken van bruidswerk van droogbloemen. Die zal ik hierna ook even met jullie delen. Want was de vlog niet geopend, maar ik dacht ik wil toch wel eventjes het een en ander filmen. Want dat vind ik wel heel leuk om aan jullie te laten zien. Ondertussen ben ik bezig met voorbereidingen voor nieuwe DIY pakketten. Kijk, ik heb een mooie ondergrond. Normaal gesproken maak ik het eigenlijk gelijk tijdens de video op. Maar dit bevat een samenwerking met Oasis. En dan vind ik het toch wel fijn om alvast te kunnen laten zien van, goh, dit gaat het worden. Maar ik heb wel een heel leuk idee in mijn hoofd. Dus daar ga ik mee aan de slag. En ja, gewoon zin in. Zin in om daarmee aan de slag te gaan. Ik heb trouwens heel veel leuke ondergronden wat ik ga gebruiken in de video's hoor. Kom, het is allemaal wel DIY, dus jullie mogen ook wel meegenieten. Dus heel erg leuk, dan ga ik bij je voorbereiding. Ik neem jullie gewoon mee. Dus kijk gewoon gezellig mee. Ik heb al heel veel pakketten weggebracht. Heel veel. Ik had natuurlijk vakantie gehad, dat wisten jullie. Maar ik kon gewoon besteld worden. Dus ik had deze week dubbel zoveel bestellingen. En ik heb er normaal heel veel. Maar je hoort me niet klagen. Het is alleen maar super fijn en super leuk dat jullie weer zo enthousiast zijn. Vanavond komt ook de eerste echte kerstvideo online. En ik had al even een voorproefje geplaatst op Facebook en op Instagram. En daar kwamen al heel veel leuke reacties op. Dus ik ben benieuwd naar jullie reacties. Het zijn die sterren. Ja, die zijn gewoon echt super leuk. Dus, maar goed, genoeg geluld. Ik laat jullie even wat beelden zien van het maken van het bruidswerk. Ja, vooral het resultaat. En nou, dan ga ik aan de slag met dit frame. Zo, ik heb drukke dagen achter de rug. Wat alleen maar goed en fijn is. Maar waar ik ook mee bezig ben geweest is het bruidswerk van droogbloemen. Wat de laatste tijd veel vaker besteld. Ik kijk hoe mooi. Echt prachtig. Helemaal naar wens. Persoonlijk gemaakt naar wens van de klant. Dus mocht jij gaan trouwen en denken ik wil ook graag iets langhoudsbaar met droogbloemen. Nou ja, dat kan natuurlijk ook. Dus mocht je daar vragen over hebben, kan je altijd even een mailtje sturen. Ik heb nu een bruidspakket gemaakt en corsages. Zowel voor bruidsmeisjes als de bruidegom als daggasten. Dus ik ga het gauw verder inpakken en opsturen zodat het bij de klant komt. En ze ervan kunnen genieten tijdens de bruiloft. Ik ga dus deze krans opmaken. Er zit al zo'n mooi frame onder. Het is BioLit Oasis. Biologische afbreekbare oase. En het leuke vind ik dan om het ook natuurlijk te maken. Ik weet dat jullie daar ook heel enthousiast over zijn. Dus dat ga ik ook doen. En dan heb ik deze hele mooie mosstakjes voor. Echt prachtig. Die wil ik aan de zijkant langs lijmen. En eigenlijk ook aan de binnenkant. Hier aan de zijkant en daar aan de binnenkant. En dan daarbinnen allemaal bloemen. Hè? En dit is wat meer dat grijzige. En vind ik het mooi om daar een knalroze kleur met wat grijs tegenover te zetten. Zo, de kranten zijn klaar. Ik had gisteren de eerste al gemaakt. Dan had ik al het een en ander van laten zien. Maar er komt dus een DIY weer online. Dus ik denk, laat niet alles zien. En vandaag heb ik hem opgenomen in deze kleur. Die vind ik ook leuk. Deze is wat meer de herfst, warme herfsttinten. En deze wat meer het rood. Ja, beide zijn echt prachtig. Kijk dan. Eigenlijk moet je even zo zien. Hoe tof. Dit wil je gewoon in huis. Ik ga er een cadeau doen naar mijn moeder. En deze zet ik zelf op tafel. Want we krijgen dit weekend visite. Want mijn dochter is jarig dit weekend. Dus dat vieren we ook. Ja, ik heb een fijne dag gehad. Ik heb nu nog pakketten staan. Die ga ik wegbrengen. Zodat ze op tijd bij het postpunt zijn. En iedereen ze weer voor het weekend heeft. Het was echt een hectische, drukke week. Met heel veel pakketten.
Maar dat was alleen maar, dat is alleen maar goed en leuk. Ik moet wel zeggen dat ik een beetje op ben. Ik heb wel heel veel mooie producten gekregen om te testen. En daar ben ik echt wel nieuwsgierig naar. Dit vind ik eigenlijk ook echt heel tof. Dit is een spray dat maximaliseert de natuurlijke versheid van verse snijbloemen. Dus het sprayen, laten we zeggen, op de verse bloemen zo. En dan blijft dat langer mooi. Ik ga het testen. Want ik ben wel heel nieuwsgierig. Spray verfrist en hydrateert bloemen. Het is een eenvoudige en snelle laatste stap voordat het boeket of bloemstuk de deur uitgaat. Ik heb ook even gevraagd of het in kleine flesjes beschikbaar is. Want het is ook gewoon fijn om in huis te hebben dan. Iedereen wil natuurlijk dat de bloemen zo lang mogelijk staan. En vooral in zulke bloemstukken. Kijk, normaal zou je zeggen, je spreekt er vocht op. Dus dan komt er eerder vocht in. Maar dat schijnt met dit dus niet zo te zijn. Maar ik ga het even goed testen. Voordat ik het allemaal... Ja, ik ga het testen. Ik ben er heel nieuwsgierig naar. Bladglans. En dan siliconenvrij. Natuurlijk altijd goed. Lijmspray. Kluwspray. Nou, die zijn met kerst natuurlijk nodig, want gek op glitters. En dat vind ik dan ook heel erg leuk om bijvoorbeeld met een roosje, dan een beetje lijmspray en dan een beetje glitter erop. Dat geeft soms een heel mooi effect. Je hebt ze ook vaak nog kant en klaar, maar dit vind ik ook leuk. Als jullie het leuk vinden als ik dit soort producten toevoeg aan de webshop, laat het me weten. Wat heb ik nog meer gekregen? Oh ja, dit. Dit is Quick Dip. En dit was ook om te testen. Hier ben ik ook nieuwsgierig naar. En dit zijn vooral voor de bloemen die wat sneller slap hangen. Zoals hortensia als ze nog rauw zijn. Soms heb je dan eens een beetje slap gehangen. Of als je roosjes hebt die het kopje laten hangen. Het schijnt dat als je dit dan erin doet. Een dropje volgens mij uit mijn hoofd. Even kijken. Oh, alleen voor professioneel gebruik. Maar dit doe je, doe je dus 5 tot 6 centimeter van dit. En dan de bloem opnieuw aansnijden en dan doe je, dan dip je dit erin. En dan zet je het op water, denk ik. En dan schijnt dat het heel snel weer bijtrekt. Ik ga dit ook testen. Vind ik ook leuk. Ik vind het altijd leuk om nieuwe producten uit te testen. Dit is om emmers schoon te maken. Kan ik ook goed gebruiken, want ik heb van die grijze emmers en er zitten vlekken op die ik niet afkrijg. Dus ga ik ook testen. Ik ga het allemaal met jullie delen. Want ik vind, tenminste, als jullie dat leuk vinden, laat even hieronder weten. Want ik kan er wel enthousiast over zijn. Ik heb nu een snoeischaar gekregen. Altijd goed. Die zijn ook echt heel fijn. Die zijn gewoon professionele snoeischaren. Ik heb toen ik meedeed aan Hollands Beste Bloemstylist, ik weet niet of jullie dat nog herkennen. Toen kregen we allemaal een gereedschapskistje met allemaal materiaal ook van Oase erin. En ik heb dat gereedschapskistje nog steeds. Ik gebruik hem als bruidswerkkoffer. Mijn sticker en zo is er bijna allemaal af. Maar het gereedschap gebruik ik nog steeds. Dus het is echt heel, heel goed. Want het is al 6, 7 jaar geleden of zo. Nou, de mesjes die gebruik ik al. Dus daar ben ik ook weer blij mee. Ik heb weer goede voorraad, want dan raak ik ze ook altijd wel weer kwijt. Dat heb je wel vaak als je dan aan het werk bent en dan komt dat in de prullenbak terecht. Oh ja, en waar ik ook echt heel blij mee ben, is een nieuw lijmpistool. Laat me even weten of jullie het ook leuk vinden als dit in de webshop allemaal komt. Want goed gereedschap is het halve werk. We hadden altijd op school kreeg ik ook altijd iets met gereedschap. En ik moet zeggen, dat gereedschap gebruik ik ook nog steeds. Als je gewoon één keer goed gereedschap aanschaft, dan kun je echt jaren mee vooruit. Het werkt gewoon fijner, het is gewoon beter voor de producten. Dus... ja, het is sowieso goed. Maar ik heb geen idee of jullie dat ook leuk vinden. Maar dan moet je jullie wel even laten weten in de reactie. Ik heb vanmorgen nog inkoop gedaan. Ik heb een leuke ding gekocht van amaryllisbollen. Heb ik daar liggen. Tillandsia plantjes. Want ik denk dat het ook wel weer leuk is om een DIY op te nemen met bijvoorbeeld een amaryllisbol. Thank you.
Goedemorgen, ik zit weer klaar in de auto om bloem te halen richting de groothandel. Ik heb erg wat leuke bestellingen, dus ik heb veel bloemen nodig. Wel weer super leuk en ik ga gelijk even kijken of ze nog weer andere leuke dingen hebben. Ik heb vorige keer hele mooie wax amaryllis gekocht en wax appeltjes en dat soort dingen. En die wil ik ook graag toevoegen aan de webshop. Die laat ik nog aan jullie zien, maar eerst richting de groothandel. Zo, ik ben terug op de werkplaats. Ja, ik heb allemaal doorgezocht met nieuwe kerstspullen daar staan. Bloemen. Die zijn weer binnen. Ik heb buiten. Maar ik ga aan de slag met het inpakken van de pakketten. Ik wil jullie meenemen naar de groothandel, maar het liep allemaal een beetje tegen. Maar er liepen wel dingen echt enorm tegen. Dus ik moest eventjes af en toe schakelen van hoe ga ik het oplossen. Maar het is allemaal opgelost. Ik heb gisteren trouwens al heel wat voorwerk gedaan. Hetzelfde takken. Mos ingepakt. Ik heb vruchtjes ingepakt. Die staan er al klaar. Dat zijn sterren die al klaar staan om verzonnen te worden. Moet er nog vers groen bij en zo. Maar die staan alvast klaar. Dus ik ga gauw verder met waar ik gebleven ben. Kijk. Dat vind ik altijd zo fijn uitzien als je dit zo ziet. Ik pak het altijd goed. Maar als het dan allemaal zo klaar staat dat het er zo in kan. Oh, daar ben ik altijd blij van. Maar ik ga de bloemen, ik ga pakketten maken en aan de slag. En ik zou dit nog even met jullie delen. Die amaryllisbollen in verschillende kleuren en soorten. Ja, ik ben gek op glitters. Dus voor mij kan kerst niet vroeg genoeg beginnen. Vooral een beetje de wittinten en dat soort dingen. Dus die heb ik ingekocht, maar ook nog andere kleuren. Dus ik denk, laat ik even van jullie zien. Want ze zijn echt heel tof. En dit soort producten worden alleen nog maar meer toegevoegd richting de kerst. Dus heel erg leuk. Dus een beetje het begin. Maar wel heel leuk om op mijn schaal neer te leggen. Ik laat jullie het even van dichtbij zien. Kijk, deze toffe amaryllisbollen. Deze heeft wat meer gekleurde glitters. En deze heeft wat meer sneeuwwitte glitter. Ook echt prachtig. Kijk hoe mooi. Dan heb ik hier... Ja, dit is echt tof als je mooi hip op de schaal is. Neon oranje. Deze wat meer met zilver glitter. Ja, dit wil je toch gewoon. En deze vind ik ook echt wel heel tof. Een beetje met een, hoe moet je het noemen, maar wel heel mooi winters. En dan heb ik hieronder nog appeltjes. Dit zijn dan de appeltjes, die heb ik gebruikt in een DIY van binnenkort. Maar die wil ik ook meer gaan toevoegen aan de webshop. Ik ben benieuwd of jullie het ook leuk vinden als dit soort dingen in andere kleuren online komen. Laat me dan vooral weten wat je leuk vindt, welke kleur, wat je graag wil zien. Laat me dus vooral echt weten wat je leuk vindt, wat je wil zien richting de kerst. Ik heb ook nog leuke vaccines en zo, dat soort dingen gezien. Dus als je het leuk vindt om kaarsjes te branden en zo, laat me het ook weten. Laat me weten wat jullie willen zien. Dan ga ik proberen het zoveel mogelijk aan te passen en toe te voegen aan de webshop. Ja, ik vind ze echt tof. Deze vind ik ook leuk. En dan ook in combinatie met zo'n amaryllisbol en dan op een mooie schaal met wat bolmos. Zo, het is ondertussen avond en ik ben kapot. Maar het is ook al pikdonker buiten. Ik moet er echt nog aan wennen hoor, dat het zo vroeg donker is. Al is het nu denk ik al wel 7 uur of zo hoor. Maar dit product heb ik al een paar keer aan jullie laten zien in een vlog. Waar je nieuwsgierig naar. En ik denk, daar komt ook een DIY mee online. Maar ik wil het eerst eventjes goed testen. En kijken of ik het fijn vind voordat een DIY online komt. Dus ik denk, dat ga ik nu doen. En neem ik jullie gewoon in mee. Het is dus... Oasis Terra Brick. En dat is een nieuw product. Aardig nieuw product. En het lijkt op een soort turf, vind ik. Maar dat is het niet. Je kan het gebruiken voor snijbloemen. Dus het is wel heel bijzonder. En ik vind het leuk om altijd nieuwe dingen te testen. Dus ik denk, laat jullie zien. Kijk, dit is zo'n blokje. En dat neemt gewoon water op. Zo. Even een emmertje. Het is iets prijziger dan normale steekschuim. Maar je kan hem schijnbaar elke keer weer gebruiken. Ik ben echt benieuwd wat er gebeurt. Als het in het water stopt. Kijk, ik heb nu in het water. Hij laat zich nu rustig volzuigen. Zo, hij is volgezogen. En toen ik hem eruit haalde, dan lijkt het een beetje alsof het afbrokkelt. Als je hem nat hebt, is dat helemaal niet zo. Dus ik ben heel benieuwd. Het ziet er eigenlijk wel goed uit. Je merkt dat het veel water vasthoudt. Dat verwacht je in eerste instantie niet zo. Omdat het aardig droog uitziet. Maar het houdt heel goed water vast. Ik ga het gebruiken. Ik ben benieuwd.
kan er goed in wegsteken. Het steekt iets stugger, maar op zich prima. Zo, ik heb hem klaar. Ik heb er een biedermeier van gemaakt. En ik vind het wel even leuk. Misschien ook wel een keer weer leuk van die DIY-pakket trouwens. Toen ik bezig was, dacht ik, oh, dat is ook wel een keer leuk. We hebben wat balletjes bijvoorbeeld tussen, straks voor de kerst. Maar goed, daarvoor test ik het natuurlijk niet. Ik test het voor het Terrabrik. Ik moet zeggen, ik vind het wel fijn. Een fijn product. Het is, je kan er makkelijk in wegsteken. Het voelt wel iets anders aan als steekschuim als je het in wegsteekt. Dus daar moet je misschien aan wennen. Maar voor de rest, ja, het werkt gewoon eigenlijk prima. Tenminste, dat denk ik nu. Ik ga het natuurlijk even testen. Ik ga het bloemstuk laten staan. En ik ga kijken wat het doet. Ik moet erbij zeggen dat ik niet de allerverste bloemen heb gebruikt. Maar bloemen die ik nog had staan. Maar ze zien er gewoon nog goed uit en nog goed stevig. Dus ik ben benieuwd hoe morgen het bloemstuk eruit ziet. En ook hoe droog dan de Terrabake is en dat soort dingen. Dus dat ga ik even testen voordat ik... het aan jullie laten zien. Maar dat is toch ook wel een keer weer leuk. Straks voor de feestdagen bijvoorbeeld. Laat maar weten. Goed, ik ga testen. Ik kom er morgen op terug. Grappig dat je zo'n ander product eigenlijk hetzelfde kan doen. Dus ik ben heel nieuwsgierig wat het gaat doen. Even kijken of hij ook veel water heeft losgelaten. Niet veel. Dus hij heeft het water echt goed vastgehouden. Bij Oase of bij steekschuim vind ik dat je dat nog wel snel hebt. Het lijkt dat deze minder water loslaat. Aan de ene kant lijkt me dat een goed teken. Want dan blijft dat wel beter in het product zitten. Dus dan hebben de bloemen ook meer water. Maar we zullen zien. Ik kom erop terug. Goedemorgen, daar ben ik weer. En ik laat je weer het resultaat zien. Er is echt niks veranderd. Hij ziet er nog steeds heel mooi uit. Dus alle bloemen zijn eigenlijk heel mooi stevig. Ja, het is gewoon nog goed vochtig. Ze heeft het goed vastgehouden. Dus... ja, conclusie, het werkt echt goed. Dus ik kan daar een DIY mee opnemen. Mocht je dat leuk vinden, laat me dat ook even weten. Of je er graag een keer mee wil werken. Ja, echt. Ik ben benieuwd. Ik ga er binnenkort een DIY mee opnemen. Ook mooi om er een natuurlijk stuk mee op te nemen. Maar nu eerst verder aan het werk. Zo, ik heb de eerste deel van de pakketten in de auto staan. Maar ik ga nu eerst naar de groothandel. Of tenminste, daar kom ik langs het postpunt. Dus die zet ik even af. En daarna ga ik naar de groothandel om even wat bloemen bij te halen. Want het komt net te kort. Dus en ik had nogal een en ander besteld. Dus dat is er als goed ook klaar. Dus gauw die kant op. Zo, en ook de laatste lading is naar het postpunt gebracht. Ik ga de vlog afsluiten, want vanavond ga ik bezig met het uitzoeken van alle kerstdecoratie en dat soort dingen wat binnen zijn gekomen.
Daar komt nog wel het een en ander van online, dus dat hoor je nog. Maar ik hoop dat jullie het wel een leuke vlog vonden. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Abonneer gratis op het kanaal, dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En ja, en alle leuke kerstdingen die eraan komen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken en dan zien we de volgende keer weer. Doei!